Hallo mensen! Jij bent lul. Oh, wat is er? Hallo. Dus dan doe je straks allemaal alles door elkaar en dan is het goed. Je staat gewoon. Ja, goed zo. Wat in de kans zit. Ga dit nu bij iedereen doen? Ja, weet je, de opstelling van Ajax was gewoon niet zo goed. Tegenwoordig, ja, de trainer die moet, is ook net nieuw, weet je. Die komt ook bij zo'n kutclub. Ja, daar doe je gewoon niks aan. Dat zeggen trainen. Maar ja, het is ook wel de club, hè, weet je. Het zijn ook, je hebt een hele nieuwe selectie. Ja, nee, maar dat... Ja. Kom, we gaan verder. We gaan allemaal stilte interview doen met iemand die er niet in de gaten heeft. Ik vond het een beetje ben jij. Goedemorgen. Iedereen verdwijnt ook ineens zijn bel, zie je dat? Gewoon gelach. Hallo. We gaan even een keertje een van de leiding lastigvallen. Ik heb wel motivatie hoor, dat is wat te zien. Ah, dat maakt me niet uit. Hey, hoe is het? Lekker? Mooi man. Wat heeft hij mooie ogen? Echt hè? Hey jij! Heb je lekker geslapen? Ja. Ik geloof niks van. Ja. Is je niet lekker geslapen? Nee. Je liegt. Lieg jij tegen mij? Ja. Denk je? Je bent een gevaar voor de journalistieke vrijheid. Oh, sorry. Heb je lekker geslapen? Ik heb net ook al gevraagd. Echt? Door wie? Door jou? Nee. Ja. En wat was je antwoord? Ik geloof dat antwoord. Ik geen eens meer. Nee? Nou, geef toch maar echt antwoord nu. Nou, ik heb wel lekker geslapen. Alleen een beetje kort. Ja, kort. Het was echt heel kort. En dat ook heel veel. We zijn weer terug in de studio en we gaan eventjes kijken hoe de mensen hier geslapen hebben. Ik heb daar een aantal mensen al gevraagd. Ik ben toch benieuwd hoe de rest gaat. Heb je lekker geslapen? Het was zeer koud. Ik geloof dat het bijna aan het Antarctica was. Maar nee. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ja, echt? Serieus? Serieus. Je bent echt de eerste die mij dit heeft verteld. Ik ben binnen geslapen. Nee. Nou, hoe kan dat joh? Het is je gegund hoor, daar niet van. Kijk nou, fijn. Maar heb jij een tip voor de kijkers thuis? Nee. Want ik hoor echt niemand die lekker heeft geslapen. Ik hoor de Antarctica voorbij komen. Koud. Ja, niet zo koud. Viel wel mee. Kort ook. Ja, dat wel. Ja. Ja. Nou, wat fijn. Wat goed om te horen. Je ziet er ook fris uit. Nou, dank je. Oh, je ziet mensen gewoon echt zo van stress. Oh, nee, ja, precies. Ah, oh, nee, komen ze weer aan. Ja! Jullie zijn er nog. Hoe gaat het spelletje? Goed. Heb je goed geslapen? Nee. Ah, dan moet je nog zo'n spelletje spelen. Oh, nee. 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 Ah. Vind je wel een leuk spelletje? Nee. Oh. Verdikkie. Nou, ik vond het vroeger mijn interview. Doei. Wordt hier vals gespeeld? Nee. Ik ben altijd heel eerlijk. Kom op. Ik ben klein. Ja, dan ben je altijd eerlijk. Ja, ik ben ook ooit klein geweest. Dat was ook heel eerlijk hoor. Snel weg. Maar ik wel. Ik ben gewoon heel eerlijk. Is goed. Nou, niet, ik zou wel gewoon lekker vals spelen hoor. Ja, maar hier wordt al vals gespeeld. Ik word hier gewoon geduwd, hè? Zag je dat? Ja. Hé, hey, kom eens terug! Aso! Ga snel verder met vals spelen. Komt helemaal goed. Ja, dat komt helemaal goed, joh. We hebben ze. Je had haar moeten vragen of ze lekker geslapen had. Oh, kut. Wacht, kom terug! Ik heb nog één belangrijke vraag trouwens. Ik heb nog één belangrijke vraag. Oh, ik heb vraag. Heb je goed geslapen? Ja, echt belangrijk. Nou, heb ik goed geslapen? Hele goede vraag, hè? Ik heb die nog niet eerder gehoord. Nee? Ja, ik zat er vaak bij, maar ja, je voelt het ook helemaal. Ja, ja, ja. Ik ben heel druk aan het nadenken op dit moment. Oh, en dan ga je maar bewegen. Ja. Goed, denk ik, doe met je mee, ja? Okay. Kan je niet beter nadenken als ik het ook doe? Ja. Nou, ik heb wel lekker geslapen. Het was alleen een beetje koud. Hey. Ja, dat is van die hier. Heb je lekker geslapen? Nou, ik heb hier een luchtballon. Daar heb ik heel lekker in geslapen. In. Ik denk ook wel dat het past met jouw lengte.
met anderhalve meter. Ik vind je af en toe wel een beetje kut. Als ik zo geblurred worden. Geregeld worden. Jij wordt geblurred. Wil ik een stem vervormen? Nee. Wat je wel moet doen trouwens als interview is je interviewt. Dus ja, dan moet ik dit doen. Zo heel onnodig, hè? Ja, en dat, nog leuker is als je het extra vaak doet, terwijl je niks zegt. Dan gaan ze echt stressen. Dat werkt perfect. Dus het is wel heel druk. Dus jij houdt toch nog mensen te laten stressen? Nou ja, het is wel grappig om te kijken wat er gebeurt, ja. Dat ze niet weten. Oké, we gaan. Moet ik meezingen zodat jullie alles krijgen? Alles of mag ik hier gewoon heel awkward achter deze boom blijven staan? Die piraat thuis playing. Mag ik hier gewoon achter deze boom gaan staan dat jullie gaan zingen? Hoi, hoi, dat is jouw kameraadschip. Ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de scheve schuit. Vaart hij alle dagen uit. Ik heb niks. Ik heb nog steeds niks. Maar hoe werkt als ik jou tik? Heb jij? Ik tik jou bij deze. Oh, dan mag ik het hebben. Dat is jouw kameraadschip. Ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de scheve schuit. Vaart hij alle dagen uit. Piet piraat, piet piraat, piet piraat. Intens. Erg intens. Deze tik ik jou weer. Zend hem een specerij. Ja, ze gaan maar eerst. Nee, had je. Die klomp ook. Nee, moet je in je hand houden. Hoef ik niet in mijn hand houden. Nee, je moet in je hand. Ik moet hem kunnen tonen. Nou, dan moet je hem nu kunnen tikken. Oké. Ren! Hey, maar die... Het was weg. Hij heeft mij getikt. Alweer nog even voorsprong. Come on, bitch! Ik heb er niks, jongen. Wacht, wacht, wacht! Ik ook niet! Tragisch evenement. Waar ging het mis? Samenwerking. Helemaal kut. We zijn weer terug in de studio en we zijn vandaag het spel De Kolonisten van Kaina spelen. Hier zien een heleboel hijsa. Ik heb het in mijn ogen. Jij kan niet zingen, niemand kan zingen, jongen. Maar we gaan even kijken of we een groepje kunnen interviewen over hoe het gaat. Hallo. Hoe gaat het? Het gaat heel goed. En met het spel? Ook heel goed. Echt? Nee. Of heb je al dikke stacks? Nee. Nee. Heb je al zo'n Geert ding? Nee. Nee. Je hebt echt veel onderweg? Nodig. Nee. Echt heel we veel. Zijn ja, we zijn toch interview? We zijn interview. Het is een interview. Interview is veilige zone. Ik win. Gaan we met dit groepje hier? Ik vind het heel leuk. Heb jij lekker geslapen? Ik heb heel lekker geslapen. Dat is fijn. Deze foto gewijd. Ja, dat is een jouw mobieltje. Het is wel een leuke foto, toch? Maar het wordt me nu zo vaak gevraagd dat ik gewoon elke keer beter slaap. Ja? Ja, omdat ik gewoon elke keer opnieuw heb geslapen. Serieus, werkt het? Ja, het werkt gewoon. Nou, ik ben echt blij jou te kunnen helpen. Ja. Dames, ga lekker zingen. Laat die gouden keeltjes horen. Ik hoor dat jij vervelend bent. Hoezo? Ja, dat weet je niet. Maar laten stellen dit. Komt door sikka's, of niet? Ren er snel op, hè? Ja. Jezus. Ik heb denk ik hem nog nooit zo moe gezien. Kijk even die balk. Even, het echt is helemaal niet zo erg. Het lijkt echt alsof je gecamoufleerd en niet goed op school gewoon. Ik ga heel even ander shirtje aan. Goed zo. Wat zijn we aan het doen? Een interview. Ik denk dat echt dat jouw goede engel was. Ja, en dat misschien nog beter. Wat? Is dat altijd nu je antwoord geven? Geweest, ik heb het. Ken je weet nog waar die vis, jawel, die vis met haar lampje. Die vis met een lampje. Zo. Ja. Die kan ik nadoen, hè? Kijk. Want ik ben daar kwijt. Is dat ook jullie manier om te verleiden? Want zo werkt dat met die vis, hè? Die doet dan dat lampje en dan gaat vis erop af. Ja, nee, je bent gewoon van Guido gaan staan. Ja, en zo heeft zijn vriend gekregen. Ja. Ah, ik sla ze aan de haken. Een vis die mensen aan de haak slaat, dat vind ik een hele mooie woordkeus. Ja. Oh ja, alles kan. In de? PZT-show. Goed zo, in de PZT-show. Het zijn het. Alles kan! In de wereld van K3! Nou, kijk eens thuis, u heeft het gehoord. Bye.
Kan een van jullie mij het lachen maken? Wat is het verschil tussen baby's en een sekspop? Iets gaat rondom geluid, maar ik ben benieuwd. Nee, denk eens goed na. Het verschil tussen baby's en een sekspop? Weet je het niet? Nee, viespeuk. Ja, dankjewel. Welke leuk voor mij hoor. Nou, wat is de overeenkomst tussen een eeneiige tweeling en een massagraf? Nou, lijken op elkaar. Is er iemand hier die mij aan het lachen kan maken? Hey, jij ook hier. Fijne boer. Wat een dom gelul. Nee, ja. Hier, dit is gewoon vriendjespolitiek. Hier, neem maar. Nee, dat is... Hey! Dit is ons monopolie. Wat ga jij nou doen? Hoezo? Dit is gewoon van mij. Ik deel gewoon uit. Ben gewoon ja, het is ons monopolie. Dat kan je niet maken. Echt niet? Onze broodtrommels. Oh, sorry. Ik moet zeggen, ik heb mij door echt meerdere mensen laten stellen dat ik dit heel erg kan maken. Ik vind dit echt... Jij verpest ons monopolie nu een beetje. Echt? Ja. Ja. Wat kut voor hun. Doei! We zijn weer terug in de studio en we gaan vandaag even kijken of iedereen goed geslapen heeft. Ik zie hier iemand een bal. En ik ben benieuwd. Oh ja, voor. Of als ze zich omdraait. Oh. Of ze hebben zo'n ander willen geven deze vraag. Ik ben heel erg benieuwd. Oké. Okay. Heb jij lekker geslapen? Waarom vind je dat zo grappig? Ja, ik word wel moe van deze vraag. Dus dan ga ik straks weer slapen. Er zijn even zoveel mensen die al, dat al gesteld hebben. Ja, ik weet niet. Er is één bepaald persoon. Ik weet niet precies wie. Heb je lekker geslapen? Ja. Heb je goed geslapen? Heb je lekker geslapen? Heb jij lekker geslapen? Ik heb heel lekker geslapen. Maar, Hier, krijg ik die omhoog. Ja, dit is het complete plaatje. Ja, hè? In het bos zijn explorers. Oh nee. En die explorers gaan spelletjes spelen. We gaan even kijken hoe dat gaat. Dus pas op voor de boomstronken. Dan kunnen jullie starten in 3, 2, 1, start! Spring. Okay. 3, 2, 1, spring! 3, 2, 1, spring! Goed gespeeld? Niet goed gespeeld. Oh. Hij is een gymleraar, dit telt niet. Dit is vies spel. Dit is vies spel. Anders had ik gewonnen. Maar dan maak je ook je voor! Hey,
Thanks, man. Dan ga ik jullie uit je lijden verlossen, want Team Rood heeft gewonnen. What the fuck? De trotse nummer 1 op de groepsfoto. Wat een prestatie. Groepsweekend 2023. Ze gaan de geschiedenis in als de winnaars. Het kan natuurlijk niet afgesloten worden zonder prijs. Oh, oh, oh. Dus wij hebben een hele mooie prijs voor jullie gemaakt. Oh, oh, oh. Oh, wat is de prijs? De prijs. Wat is... Nee, dat is een cd. Een platenspeler. Oh. Het is een plaat. Een plaat. Het is een plaat. Een plaat. Een plaat. Wat zijn jullie emoties? Vreugde, vreugde. De knokploegen worden opgestuurd. Komt zij weer aan? Oh, oh. Ja. Pak mee, nee. Ja, dat gaan we doen. Gaan we doen snel. Alles voor mij. Oké.